En verder met een recente zaak in Utrecht, want daar is donderdag in een park een grote criminele vondst gedaan. Naar aanleiding van een tip naar het programma Crime Desk werd donderdag 7 januari in dit park Transwijk gezocht. Om de zoektocht veilig te laten verlopen werd onder andere de EOD ingeschakeld. Uiteindelijk werd in een kuil inderdaad een arsenaal aan wapens gevonden. Pas toen ze door de forensische opsporing waren uitgepakt, stond definitief vast dat het om automatische vuurwapens ging. Het soort dat onder andere door criminelen wordt gebruikt om moorden te plegen. Omdat het park midden in een woongebied ligt, zorgde de vondst voor verbazing en onrust bij omwonenden. Wel bizar dat je dat gewoon in een park gaat doen. Dat had ik hier ook niet verwacht. Dit is gewoon een rustig park en we lopen hier elke dag rond. Dus als er dan opeens wapens liggen, dan klinkt het wel eng, ja. Het overvalt me wel, moet ik zeggen. En met welk doel zou men dat gedaan hebben? Ja, er was natuurlijk al veel media-aandacht voor deze vondst. Maar we hebben contact met mevrouw El Said. U wil zeker ook echt nog hulp vragen aan mensen thuis. Ja, want we hoorden net al dat er behoorlijk wat mensen geregeld door het park lopen of erop uitkijken. En we willen eigenlijk bij deze vragen of mensen het aan ons door willen geven als ze de afgelopen periode dingen in dat park Transwijk hebben gezien die met het verbergen van die wapens te maken kunnen hebben. Want ze lagen in een kuil en die moet toch door iemand gegraven zijn? Iemand moet daar naartoe zijn gegaan met die wapens. Ja, misschien is ooit gecontroleerd of ze er nog lagen. Nou, we hopen heel erg dat dat is opgevallen. Ja, en dat bewuste park ligt in de gelijknamige wijk, Transwijk, ingesloten door Kanaleneiland en de Rivierenbuurt. En dit is de officiële gemeenteplattegrond van het park. Er zit onder andere ook een kinderboerderij in, speelplekken, een stuk om evenementen te houden. En eigenlijk een beetje tussen het uitzichtspunt en de skatebaan zijn die wapens gevonden. Ja, en dat is dus het gebied tussen de Europalaan, de Westdijklaan en de Vreugdehillaan. Nou ja, misschien zijn er mensen die meer weten over het gebruik van deze verstopplek. Ja, daarnaast doen we natuurlijk ook al zelf onderzoek naar welke criminelen die wapens daar hebben achtergelaten. Maar als andere mensen weten van wie het idee komt om daar in een park met spelende kinderen de wapens te verstoppen, of waar die mogelijk voor bedoeld waren, laat het ons alsjeblieft weten. En we snappen het als mensen daar vertrouwelijk over willen spreken met mijn collega's van de TNI. Duidelijk. Viel u dus iets op? Weet u wie de wapens heeft achtergelaten of waarom dat is gebeurd? Help dit ophelderen.